Dan mag jij zeggen wie dat is. Mama! Ja! Die mama is van mij en van jou. Die mama is ook van mij. Ja, dan moet je zeggen, die mama is van ons, moet je dan zeggen. Mama is van ons. Waar was dat dan? Weet je dat? In het klooster. Het klooster is waar je kan mediteren. Ik ben Agnes, ik ben 43 jaar oud. Tot mijn 18e ben ik een wilde meid geweest die eruit ging en van het leven genoot. Na die tijd bleef ik wel die levensgenieter, maar ik begon ook vragen te krijgen. Van waarom zijn we op aarde? Wat wil ik met mijn leven? Vooral een hele diepe hunkering naar heelheid. En naar God eigenlijk. Jeltje Holvast verliet vorig jaar haar vriend Jan om in het Clarissenklooster in Megen te gaan wonen. We hebben vorige week een dagje in Jeltjes nieuwe thuis gefilmd. Toen ik hier in eerste instantie binnenkwam, toen dacht ik van, waar ben ik nou terechtgekomen? Ja, ik dacht echt van, dat past niet meer in deze tijd. Ja, maar op een gegeven moment begon het me toch zo te boeien en zo toen raakte het me zo diep dat het me eigenlijk nooit meer losgelaten heeft. Wat ik daar vond in het klooster was stilte, leegte, geconcentreerdheid op het ene. Dat gaf mij zoveel vreugde dat dat al het andere compenseerde. Ja, mijn ervaring is ook dat dingen in het leven altijd anders lopen dan je plant. Dus het leven is iets wat aan je gebeurt. Ergens heb ik het gevoel van dat mijn geroepen zijn door God, zeg maar, dat het nog steeds geldt. Dat ik nog steeds zuster ben op een bepaalde manier, ook al heb ik dan nu 2 kinderen en een relatie. Het is daarna dat ik daar weggegaan ben, allemaal zo snel gegaan. Dus ik had heel veel behoefte om het op te halen. Van wat heb ik daar nou in feite geleerd in die 9,5 jaar?